Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet hier onderaan ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen wanneer er een nieuwe video online komt. We gaan nu ontbijten. En kijk eens wie ook aan de tafel is geschoven. Hallo, en zelfs ga ik met douchen voor als je het nog niet door had. Ik ga dan ook douchen. Het zwaar is gehad. Ja. En ook mijn tandjes poetsen en al. Maar ik ga sowieso nog eerst, jawel, Q-Music de 90s opzetten. Dat hoor ik ook zo graag. En dan een lekkere sandwich met choco ga ik eten. Met nieuwe chocomelk, want we gaan vandaag eens deze eens proeven. Eens kijken hoe lekker dat deze is. En we geven daar eens een keer, jawel, kijk maar. Puntjes. Schat, en wat gaat jij? Je moet wel een pen nemen, want dat ligt hier niet. Dat weet ik. Wat gaat jij eten? Sandwich met groentekippenwit. Toppie! En dan ga ik gewoon nog een pen halen. Ik had die juist weer ergens neergelegd. Ah nee, die heb ik niet neergelegd. Ik had die al bij, schat. Kijk, hop. Ah. Nice. Oh, zo's morgens vroeg. Het is al 11 uur. Hè. Ik was wakker geworden om 8 uur en dan ben ik terug pataat in slaap gevallen. Tot nu ongeveer. Nee, tot 10 uur. Pak tot 10:30. Nee, want ik was om 9:45 uit mijn bed. Ah, oké, tot 10 uur dan. Voilà, bij deze. Tot zelfs. Zo. Ik ga dit niet volledig toedoen. Voilà, daar laat ik zo staan. Ook als we gaan wandelen. Ik ga ook nog eens een goed deskje zeggen tegen mijn geburen Cindy en Mirjam. Dan gaan we zelfs eens even een goede wandeling maken, hè schat? Ja. Ik ga gewoon eens even buiten eens kijken. En we moeten ook naar Sint-Truiden, denk eraan, hè. Oké, dan blijf je hier. Hè. Ja, want mensen, ik moet papieren in orde hebben. Papieren die in de brievenbus moeten gestoken worden voor economische werkloosheid. Ja. Ah ja, goed dat ik het zeg. Maar we kunnen dat niet weggooien, hè? Wat, hè? De keuken. Ze biedt wel, hè? Yo, Cindy! Versta je niet? Ja, hier is de straatveger ook bezig hier in Alleke. Oh, en dat ruikt zo goed. Gaan we even buiten zitten, zegt ze. Jot, we gaan naar buiten. Oké, tot ze biedt. Schat. Ja, schat. We moeten wel de asbak meenemen, maar die moet eerst liggen. Ja, ik ga mijn sigaretten halen. Mag ik die liggen? Ja, hier hè. Eens even kijken, mensen. Ja. Ja, dat is mijn vol pakje. Ja, mensen, ik rook nog altijd. Ik weet het. Dat het niet goed is. Ik heb mijn sleutels. Ja. Deur op slotje. Dus. Voilà, tot ziens. Ik ga haar laten beschieten. Mislukt, mensen. Mislukt. Doe me toch. Schat, ik heb de video expres op pauze gedaan, zodat je mij niet kon laten schrikken. Oh!
En naar wie was je aan het kijken? Don. Don, oké. Okay. Ik heb weer wel wat genoten van het zonnetje, mensen. Ik ook, maar ik heb koppen gekregen nu. Oei. Ja, ik ben aan het roken. Je laat dat weer zien, hè? Ja, dat weten de kijkers, dat je rookt. En ik rook ook nog altijd, dat weten de kijkers ook. Ja. Je kwam in sleutelzaal, zeker? Ja, voor het eten. Ik ben benieuwd wat ik vandaag krijg. Dus mensen, ik ga zometeen vertrekken naar mijn ouders, even eten halen. Dat staat aan de deur. Punt uit, ik kom niet in contact met mijn ouders. Denk eraan, afstand houden. En nu kort blijven, omhoog van, ik heb wat budgetproblemen, dus daarom dat mijn ouders ook bijspringen om eten te maken. Daarom dat ik telkens keer op en af moet rijden, elke dag weer. Naar mijn ouders toe ook voor mijn was te doen. Omdat van, ik heb hier geen wasmachine. Want daar heb ik ook al in de reacties al gelezen. Zeg, waarom doet je je eigen was niet bij je eigen thuis? Ik heb hier geen wasmachines. En omdat van, ook van budgetproblemen. Ik kan ook geen wasmachines kopen. Punt uit. Dat is duur. Sparen. En waar ga je die hier neerzetten? Ja, dat is ook zo. Daar kunnen we wel plek voor maken. En dan staat hier nog in de living nog meer rommel. Dat is nu, daar is eigenlijk de afvalkot geworden. Meer kan ik daar ook niet maken. Maar we kunnen, jawel, we kunnen die afvalkot in de keukenkast doen. We zien wel. Dan gaan ik en Dimitri nog over hebben. Ja. En nu ga ik me klaarmaken. Ik moet me weer gaan verplaatsen uit het dorp van Alke. Moet. Ja, moet. Dit is een verplichte verplaatsing wat ik moet doen. Dus ik kan er ook niet onderuit. Dus daar ga ik ook een hele mooie tuinsnap kunnen ook van maken. Ik moet dus namelijk naar de ACV. Voor mijn technisch werkloosheidspapier binnen te doen. Dit moet ik hoogstwaarschijnlijk elke week nu doen, tot echt de crisis nu echt voorbij is. Waarom doen ze dat niet voor even voor een ganse maand? Ik weet het niet. En nu zit ik hier weer al zo aan te draaien, zonder dat mijn... zeg het. Allee, zeg het. Contact erop staat. Voilà. Dus ik ga jullie nu laten genieten van de onride.
ben veilig en wel terug aangekomen op mijn parking. Nu, veilig en wel, nog wandelen naar, wat heb ik alles? Nee, ik heb niet alles. Oké, nog niet veilig wel naar mijn appartementsblokje. Ik heb nog iets vergeten. Ik ben moe. Het is echt stralend weer. En ik mag nergens naartoe gaan. Anders was ik al ergens gaan zwemmen. Die is toe. Met een wagentje. En nu nog wel in stilte bezighouden. Vlog nog gauw in elkaar steken, want die is blijkbaar mislukt, heb ik gehoord. Dus gaan we die eens even gauw herinstalleren, hermaken. En dan komt hem ook nog op tijd online. Dus ik ben nu veilig en wel op mijn appartementje aangekomen. Voilà. En hier is het fris. Ja, vandaag heeft zij weer al gereclameerd. Ach ja, maakt niet uit. Laat het niet aan ons hart komen. Punt uit. En dan nog eens iets zeggen tegen mijn schatje. Oh, mijn schatje ligt al. Oeh. Er gaat eens bij kruipen. Nee hoor, mensen. Nee. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de timeslap. Van hier tot hier terug. Dus eerst naar de ACV en dan hier terug naar mijn appartementje toe. Maar wat ik wel creepy vond, was de ambulancier en de dokter die in de ambulance zaten. Helemaal in witte pakken. Met mondmasker. Dingen voor zijn hoofd. Amai man. Ja, kijk eens hoe mijn schatje hierbij ligt. Ja, ik heb het eigenlijk gekomen dat het nu normaal om buiten te schijnen. Buiten is het nu nog 25 graden. Ja, ik heb het heel snel gekomen. Dat is wel raar. Maar ja, ik ga nu mijn vlog in ook anders zeggen, dus... Ik ga hier ook deze vlog nu beëindigen, want we gaan toch niet meer zoveel doen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En waar moeten ze ook nog op klikken? Op het belletje. Toch lief hoe ze daar ligt, hè mensen? Of wilt jij nog echt eens iets zeggen tegen de kijkers? Nee, dat ben ik niet doen. Maar. En ook is er iets speciaals voor Tamara? Nu heb je het zelf gedaan, hè? Ja. Dat is geen verrassing meer, hè? Waarom niet? Nee, nu heb je het zelf gedaan. Oh, oké dan, sorry, hè? Ja, eerder bij na moeten denken, schat. Oké, de volgende keer zal ik nadenken. Allee, mensen, tot... Ja, nu is het te laat, hè? Nu moet je het maar zeggen van wie ik daar heb, hè? Ja, ik zei het nu toch? Nu moet je het zelf zeggen. Ja, dus... En bedanken. Dus, bedankt. Dankjewel Tamara voor dit te maken voor. Nee. Ah. En ze is er echt heel blij om. Is waar, hè? Oké. Ik heb geprobeerd om dat op mijn benen te leggen. Ja. Maar die gaatjes erin. Ja. Ik vind dat mooi, hè, hoe dat is gemaakt. Tamara daar niet van, hè? Maar door die gaatjes krijg ik wel nog koude doorheen. Maar ik vind het niet erg, want als sjaal is dus dit wel goed. En ook, voor, en ook voor het bed te leggen, hè? Dat is niet echt voor het bed, hè. Ah, oké. Dus mensen, tot de volgende. Tot de volgende. Joe. Zeg maar, joe. Hallo mensen. Nog een kleine toevoeging aan de vlog, de Q&A. Ik ga dus even ook nog snel de Q&A overlopen. Vlog nummer 806. COVID-19 België. What the fuck?
Wat voor een user is dat, man? Ik ken hem niet. Over. Lid geworden op 14 juli 2017. Hoe is hij dat dan al dat er een COVID-19 ging uitbreken? Raar. Oké. Zijn dingen was... Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan. Op familiebezoek gaan of bij iemand een wiekontrole gaan uithalen is geen noodzakelijke verplaatsing. De boete hiervoor bedraagt €250. En dan heeft hij daar een link op geplaatst. En daar zijn ook nog eens 14 antwoorden geweest. Dus, wacht hier. 4 uur geleden. At Psycho eten halen en naar wassalons gaan mag wel. Als je minstens 1,5 meter afstand houdt. Bij familie op bezoek gaan om daar je was te gaan brengen mag niet. Op de link die de persoon hierboven gepost had staan alles wat nog toegelaten is. Deze link bedoel ik dan. Dus www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid bla 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 bla. Dat staat dus in de dingen van vlog nummer 806. Die link, dan moet je gewoon de eerste reactie, daar moet je dan op meerdere antwoorden op klikken. De bedoeling van de lockdown is om contact tussen de mensen zoveel mogelijk te beperken. We moeten allemaal ons steentje bijdragen. Hoe meer contact er tussen de mensen, hoe meer besmettingen er zijn. Hoe voller de ziekenhuizen zijn, hoe meer mensen er zullen sterven. Ik weet dat. Maar dat komt... Ik verplaats mij nu gewoon naar mijn ouders toe om daar gaan eten gaan halen. En dan ben ik al terug naar hier toe. Zoals ook vandaag ben ik naar de ACV geweest om mijn wijkloze uitkering in te steken in de brievenbus. Dus ik mag ook geen eten halen en mijn was laten doen, had ik dan gevraagd aan Simon Bus. Dimi, sorry, maar ik moet de rest hier wel gelijk geven. De regels gelden voor iedereen, ook voor jou. Jij staat niet boven de wet, dat klopt. En dan ben ik het weer al even kwijt. Er liggen tienduizenden mensen in het ziekenhuis en duizenden zijn al gestorven door corona in ons land. Dan vind ik het niet dat wij mogen klagen gewoon omdat we binnen moeten blijven en alleen buiten mogen komen om naar de winkel te gaan. Er worden overal veel controles gedaan. Veel mensen hebben al boetes gekregen, dat weet ik, Simon Buts. Maar het probleem is, ik kan heel moeilijk koken, dat weet zij ook. Hier. Ja. Ik ga een klein beetje ook zo wat naar haar. Dus dat weet zij dus ook, hè? Ja, dat is goed. En dan, dan Ben Verdik. Je hebt toch budget om PlayStation spelletjes te kopen? Dan maak je mij niet wijs dat je geen budget hebt om eten te kopen. Je bent volgens mij gewoon uitvluchten aan het zoeken. Dat is niet waar. Ik heb het jou ook in de privé helemaal echt uitgelegd en ik ga dat hier niet meer eens doen, omhoog van dat was een hele tralala trilili. Oké? Het heeft ook grotendeels ook met mijn vader te maken. Voilà, bij deze. Dan heb ik opnieuw en dan als ze mij een boete geven van €250, kan ik het zelfs niet meer betalen, heb ik gereageerd. En hoe moet ik dat nu leren? Zo ook totaal aan de grond met mijn budget. Dat klopt. En dan, dan heeft daar S-Docs heeft er ook gekregen. Dan moet je dat leren. Hey, in principe mag je niet meer op bezoek bij ouders, familie en vrienden voor besmetting. Enkel auto nemen om te gaan winkelen en dat is het. Ik ga nog elke dag naar mijn ouders dat ik niet kan koken. Dus daarbij. Dan gaan we dit hier weer al inklappen. En dan hier is op Ben Verdikt. 7.02, ik versta er niks van. Waarom gaat er altijd op elke vlog iets mis? Ja, dat was iets om... ik had daarin gerenderd. En ik had het precies dat ik die muziek heb laten doorlopen. Terwijl dat zij ook iets aan het zeggen was. Sorry daarvoor, bij deze. Mijn... sorry uit. Voilà. Ben Verdikt. What the fuck is Bea die dat zegt? Dat vind ik wel een beetje gemeen van haar, eerlijk gezegd. Is dat nu zo raar dat mensen binnen zitten tijdens de lockdown? Dat was Bea niet, dat was Mirjam. Daar heb ik dus daar ook letterlijk en figuurlijk ook op gereageerd.
Dat was mijn schuins onderburen. En dan heeft Ben Verdict daar opnieuw op gereageerd. Ook ben blij dat Bea niet was, dat het zij. Maar ik begrijp niet hoe jij om kunt gaan met zulke uitspraken. Het is echt niet normaal om te zeggen dat mensen tyfus moeten krijgen gewoon omdat zij binnen blijven. En gewoon de frustratie wat daar rond aan het... Wat gebeurde er op 2.08? Dat is gewoon dat, op vlog dat er fietsers... We hebben hier in ons dorpje aan de Kastel Alke sinds kort hooilichten gekregen. Ook voor fietsers. Op de fietspad staat een doorlopende lijn. Ook de hooilichten staan daar voor fietsers. Dus ook rood, groen en oranje. En toch reden ze continu ook nog door rood. En ik moest dus ik heb daarop gereageerd, tuut. En ik heb dan zo gewezen, hey, het is ook voor jullie rood, hè. Want het is hier ook een doorlopende lijn. Voor jullie geldt dezelfde regels, bij deze. Dan gaan we door naar vlog... Ah nee, dan hebben we ook nog COVID... 19... daar is iets bijgekomen. Maar ja, maakt niet uit. Daar zijn 4 reacties op gekomen. Halloween koning. Als ze boven mij zouden gevlogen hebben, is mijn boodschap: waar blijft dat medicijn? De medicijn is in de markt. En de medicijn duurt normaal gezien 5 jaar om te maken. 5 jaar. Maar nu zijn ze er al direct al erbij na 1 jaar. Dat vind ik chapeau. Dan Belgian Gang. De manier waarop ze rondgevlogen zijn van de hak op de tak, daardoor hebben ze veel tijd verloren. Ik denk het ook. Dan, deze stream begint maar 13:46 en dan waren ze al voorbij kort. Ik jammer dat de eerste deel niet kunnen hebben gekeken, maar dan heb ik daar ook op gereageerd. Kan zijn dat YouTube nog aan het renderen is. En dat was het dus ook. Dus nu staat het ook volledig online. 6:13. Bij deze. Wat? Een vriendin van mij heeft wel tot even gescheten, ken je dat? Nee. Ken je dan verloren brood? Verloren brood? Nee. Ah jawel, de verloren brood ken ik wel. Eet je dat? Ja. Oh, ik ook. Ik heb daar nog zin in. Dan moeten we dat eens maken. En dan... Daarnet, dus terwijl ik dit ook aan het opnemen, heeft Simon Bus nog op gereageerd op vlog nummer 806. Maat, nu begin ik mij wel op te jagen. Hou gewoon aan de regels. Wij moeten dat ook doen, hoor. Iedereen gelijk voor de wet. Oké. Volgende. Dan vlog nummer 805. Zijn daar reacties op gekomen? Ja, eentje. Waarom koop je geen wasmachine dan? No budget. En ik heb hier heel weinig plaats om het te kunnen plaatsen hier in mijn appartement. 30 tips om verveling tegen te gaan. Vlog nummer 804. Zijn daar reacties op gekomen? Ja. Jammer dat je opnieuw de fout blijft maken. 2.27. Je hebt geen recht om commentaar te geven op anderen. Als je zelf ook bewust dingen doet die je niet mogen. Als je nog altijd niet begrijpt wat je fout doet, lees dan mijn reactie op vlog, op deze vlog. Huh? Ah. Oké, dus dan gaan we zelfs op vlog nummer 784. Even kijken, ik wil niet muggen ziften, maar het is niet de bedoeling dat je op 7.26 de rechtse rijvak neemt om nadien onmiddellijk terug te veranderen naar links. Zo hou je verkeer achter. Ja, dat klopt. Sorry, ik ga daar ook in mijn achterhoofd bij houden. Dan hebben we vlog nummer 803, daar zijn geen reacties op gekomen. Vlog nummer 802, daar zijn 2 reacties op komen. Dimi, hoe voelt het nu? Het is van Ben Verdict. Dimi, hoe voelt het nu? Je weet dat jouw vriendin ooit samen was met de enige echte macho man. Boeit me niet.
Wij zijn een nieuwe start in onze leven gegaan. En dat is het belangrijkste, dat wij van elkaar houden. Hoeveel relaties dat zij ervoor heeft gehad, dat boeit mij niet. En ik hoop dat dat ook naar de andere kant ook uit is. Dat boeit u ook niet, hè? Mijn relaties van vroeger, hè? Nee. Oké. Zo doet ze toch een klein beetje mee met de Q&A. Ja, sorry, ik heb hoofdpijn. Ze heeft hoofdpijn. Oké, dan weer op Ben verdikt. 0 doelpunt, 10 seconden. What the fuck? Waarom is de beeld zo klein? Ik begrijp niet hoe het komt zoveel mis kan gaan met je video's. Eerst waren er problemen met geluid, nu dit. Waarom controleer je je video's niet voor je die upload? Omwille van dat ik, terwijl dat hij aan het renderen is, dat kan soms 2 tot 3 uren duren dat hij voordat hij gerenderd is. Dan ben ik al met andere zaken bezig, want die laat ik dan automatisch ook afsluiten met mijn laptop. Bij deze. Maar voordat je die kunt uploaden, schat, zou ik daar ook wel naar kijken, want eigenlijk is dat wel storend voor de kijkers. Dat is wel waar. Dat gaan we dan ook bij deze ook doen. Merci ook voor uw tip. Die pakken we ook weer al mee in de toekomst. Morgen al. Ja, dus vanaf morgen. En dan 5. Trackmania United Forever, daar heeft niemand op gereageerd. Dan 4 van Trackmania, heeft daar iemand gereageerd? Ja. Frederik, is deze video een 1 april grap? Nee, ik heb dat gewoon gereden en je ziet het toch. Ik laat het toch altijd online staan. Voilà, bij deze. En dan op 3 is er niet gereageerd. Op 2 Trackmania is er ook 1 gereageerd. Amazing video, dude, van Tom. Dankjewel, Tom. En dan nog Trackmania. De eerste video van Trackmania, daar zijn geen reacties op gekomen. Dan Eurotruck Simulator 1 van Brussel tot Bordeaux. Daar is 1 reactie op gekomen. Dimitri, ik zeg dit met de beste bedoeling, dus niet boos worden. Stop alsjeblieft met dit soort video's te maken. Het geluid is zo slecht dat ik al uren pijn heb aan mijn oren. Ik had mijn koptelefoon op toen ik deze video klikte. Heb al 2 pijnstillers moeten nemen tegen de oorpijn. Bedankt hiervoor. Ik mag hopen dat ik geen blijvende gehoorschade heb opgelopen. Luister zelf op 000. Op het begin dus. Als je me niet gelooft. Ik geloof jou waar. Wij hebben daar nu effectief zitten te regelen. Ook met de micro-instellingen heb ik heel zwaar. Nadenken, hoe kan ik dat verbeteren? En dat heb ik dan ook gedaan. Of oplossen. Ja, kom niet op het woord. Bovendien interesseert niemand van uw abonnees zich in die gaming movies. Dus heeft geen zin dat je je tijd hierin steekt om deze video's te uploaden. Maar toch, gewoon van met deze coronatijden speel ik heel graag eens en dan neem ik dat gewoon op. En dan back to old school 801. Emiel's viewpot. Waarom is je auto zo kut? Wanneer ga je weer streamen? We gaan nog eens binnenkort nog eens streamen. Maar wanneer binnenkort? Dan ga ik en haar eens overleg doen. Ben verdikt. Waarom heb je niet gewoon een PlayStation 2 gekocht? Die zijn toch heel goedkoop. En daar kan je PlayStation 2 en PlayStation 1 games op spelen. Is dat ook zo, Ben verdikt? Dat wist ik niet. Dan heb ik een foute kopje gedaan. Sorry, dat wist ik totaal niet. 2.24, wat is daar de bedoeling van? En van de rest van de vlog loopt het beeld, het geluid niet gelijk. Kijk maar eender welk moment, bijvoorbeeld 1 uur 04. Hoe komt dat eigenlijk dat dit zo vaak gebeurt? Dit is bijna elke vlog dat er iets mis is met het geluid. Dan heb ik daarop gereageerd. Ik ga het dus met een ander programma proberen in elkaar te steken. Bij deze ben ik nu ook daarmee bezig. En dan vlog nummer 800. Daar zijn 2 reacties op gekomen van Tamara. Trouwens, gefeliciteerd. Dit is je 800ste vlog. Toch wel een mijlpaaltje. Dat is toch wel waar, hè, schat? Dat is echt een hele grote mijlpaal. 800 dagen al van mijn leven al gefilmd. En dan nog volhouden. Achteraf. En dan nog eens, Tamara. Ha, misschien maar gezond eten maken in plaats van friet. En Bea, een frisse neus ophalen, is ook nu nog heel gezond.
en goed voor vitamine D. En blijf AUB in de vlog. Dus ze missen jou ook regelmatig in de vlog. Hm. Wat zeg je tegen Tamara? Oké, Tamara. Bij deze... Ik heb Peter gezegd, oké, mama. Hoe, mama? Ja. Mama zeggen dat toch meestal tegen kinderen. Ah, oké. Dus Tamara, ze heeft je echt heel graag, hoor. Oh, ik heb wel hier een melding. Oké. Dan gaan we naar vlog nummer 799. Leuke buitenwandeling. Daar zijn vier reacties op gekomen. Ben verdikt. Ik vond het een mooie vlog, Dimi. Klein vraagje. Wie is dit eigenlijk? Mensen, dan gaan jullie het ook eens even zien. Dat is mijn ex, Eileen. Hoe heb je dat geflikt? Huh? Hoe heb je dat geflikt? Waar geflikt? Waarom heb je Eileen in een video? Nee, die heeft... dus Ben Verdicht heeft dus een uur rouw gepost in deze vlog. En ja, hij heeft daar de vraag van gesteld. En dan heb ik die vraag nu ook beantwoord. Dat is dus Eileen Motmans. Bij deze. Oei, oei, daar belt iemand. Dus ik ga het heel eventjes op pauze zetten, want zij heeft nu even telefoon. Oké, hier zijn we dan weer. Ben Verdikt. Uw vraag is dan nu al beantwoord op vlog 799. Dan Jeff Washeil. Goed om te zien dat je nog gezond bent, Dimi. Dankjewel. Dan Seymour Butts. Frituren op 190 graden is zeer gevaarlijk, Dimi. Het is bewezen dat als je frituurt boven de 180 graden, er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Dus altijd onder de 180 graden blijven. Best 170 à 175 graden. Dan heeft hij ook een link ingestuurd, daarbij gestuurd, van gezondheid. Boven de 180 graden bestaat de kans dat het product aan de buitenkant verbrandt en schadelijke stoffen zoals acrylamide worden gevormd. Messi, er is iemand best om deze tip ook weer op te geven. Dat nemen we ook weer in acht. Ja. Dan moet je wel opschrijven van Tonto, want dat begint gezond. Staat dat niet op de verpakking? Dan zal ik dat wel eens doen. En ik ga sowieso... Dit kan ik wel eens afdrukken. Dus die, van die link. Nou ja, die is laatst bijgewerkt. December 2007. Amai, dat is iets heel oud al. Maakt niet uit. Tamara, Renalda heeft ook gereageerd, opnieuw. Goed bezig, even buiten wandelen. Toppie. Dan gaan we door naar de Q&A van 27 maart. Daar zijn 5 reacties opgekomen. Leuke vlog, Dimi. Je bent wel de reactie van vlog 793 vergeten te voor te lezen. 793, die gaan we dan direct erbij halen. Oké. Okay. Voilà, we gaan deze reacties nu erbij nemen. Daar zijn 10 reacties op gekomen. 4 doelpunt, 11 minuten. Wij weten ook waarom je het hebt hoor. Laten me raden. Cocaïne of hash? Van, hè? Ik hoor het niet. We gaan nog eens even kijken. Doen. Ik weet het zelf al niet meer. Dat is iets te lang geleden. Echt iets te lang. 21 maart. Ja, dat is al even geleden. Dus ik ken, weet het niet meer. Nee, daar zitten we niet meer aan. Dat klopt. We zitten niet meer aan de drugs. Echt waar niet.
En dan Ben verdikt. Holy shit, Bea ziet er stunt uit op 9.29. Ze was pas wakker. Wie zat er naar Wacht eens even te kijken op 4 minuten? Ikke. Daar keek ik vroeger ook altijd naar. Ik ben in een volle verwachting om naar de Wacht eens even film gaan te kijken. Daar wil ik wel echt eens naartoe gaan. Ik ook, want ik keek daar ook heel graag naar. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan Ice Swallow Com. Dimitri, denk je nu echt dat ze een mondmasker gaan uitdelen onder de burgers? Burgers hebben dit helemaal niet nodig. Puntje, blijf gewoon thuis. Dokters en verpleegkundigen hebben mondmaskers nodig. Maar als ik ga winkelen, doe ik wel een mondmasker aan. Omwille van gepasseerd te dichtbij op elkaar. Bijvoorbeeld als die een ziekte heeft en die ademt dat juist uit. En ik zit juist in te ademen, ja, dan pak ik zijn microben in mijn lichaam mee. Dus een mondmasker heb ik dan al te graag dan aan in een winkel. Niet buiten of in mijn auto. Dat doe ik niet. Dan Walde van. Het huisvuil moet je in de tuin verbranden. Het stond in de krant. Ik heb geen tuin. Ja, dat is juist hetzelfde antwoord wat ik erop heb gegeven. Ik heb geen tuin. Dan Ben verdikt. Ik ben nog steeds fan van Psycho TV, maar ik ben wel erg geschrokken en teleurgesteld in je Dimi. Wat verteld wordt op 8.12 vind ik heel respectloos en ongepast. Hoe kan jij daar nu akkoord mee zijn? Omhoog van, ik hou mijn gebuur een klein beetje bevriend bij deze. Ik vraag me trouwens af wat Bea hiervan vindt. Ik kan me niet voorstellen dat zij er ook akkoord mee is. Ik hoop dat je even uitlegt, Dimi, want ik ben er echt niet goed van. Sorry. Ben verdikt. Ik was er ook niet goed van, hoor. Want ik weet ook in Ravelijn. Vroeger Filemon en Bouwsters, maar nu in de Ravelijn. Maar bij deze tijden van corona heb ik dat ook op stop gezet. Omwille van Alken is een broedhaard. Sint-Truiden is een broedhaard. Hasselt is een broedhaard. Limburg is heel zwaar getroffen. En ik wil ook de bewoners daar niet in gedrang mee brengen. Dat ik bijvoorbeeld, kan zijn dat ik besmet ben. Kan zijn dat ik het virus al meedraag. Maar dan wil ik het niet laten overdragen aan de bewoners van Ravelijn. En dan ga ik mij ook wel slecht voelen als er iemand dan sterft door mij. Dat kan ik niet op mijn geweten hebben. Echt niet. Dan ICSwallow.com. Bea, HESP is niet gezond. De WHO zegt dat er even kankerverwekkende is als een sigaret. Niet eten dus. Ook worden dieren gemarteld om HESP te maken. Ben verdikt, dat klopt. HESP en ander rood vlees, charcuterie enzovoort is kankerverwekkend. Zorgt voor verhoogde kans op darmkanker. Oké, bij deze knik ze ja. Dan. Gaan we terug naar vlog 798. Ben verdikt. 5.41. Waarom ben je boos op ons? Nee, ik was ziek op dat moment. Ik had buikpijn. Oh, ik had daar krampen. En dan Ben verdikt dan opnieuw. Dimi, de nieuwe intro is mooi, maar veel te luid. Oké. Okay. Ben verdikt. Je moet jezelf ook eens horen bij mijn laptop. Dan hoor je echt dat dat heel luid is. Dan ga ik er morgen al aan het werk voor die volume iets naar omlaag te halen. Dus op deze vlog is eigenlijk al dan al moeten gebeurd zijn. Dat deze intro op deze vlog de volume naar onder is gehaald. Bij deze. Ben verdikt. Wat is het nut van de Q&A als je de vragen niet beantwoordt? Bijvoorbeeld op 13.08.
Ah ja. Maar je geeft geen antwoord op de vraag. Liever antwoord te geven op de vraag. Anders heeft het toch geen zin om onze tijd hier in te steken. Ja, Pia zat toen op dat moment ook wel langs me. En in één keer is Bea populair geworden. Nee, dat was YouTube-speltje. Ah. En het weer. En het weer, oké. Dan gaan we nog even door naar vlog nummer 797. Daar zijn 4 reacties op gekomen. Ben verdikt. Ik vind het jammer dat je bij de Q&A's de reacties altijd zo vlug voorleest. Lijkt alsof het je niet interesseert en je er snel van af wilt zijn. Klopt niet. Ik bedenk hier ook dan ook weer al de antwoorden in mijn hoofd. Waar ik er ook op kan zeggen dan. Ik lees misschien wel heel snel. Maar het interesseert me wel wat jullie zeggen. Dat weer al wel. Bij deze. Halfhand. Wanneer komt er terug een stream? Daar ga ik en Bea nog eens overleg doen. En we gaan dat wel eens binnenkort bekendmaken op mijn Discord. En die link staat hier onderaan in de beschrijving. Ben verdikt. Gaat Bea de volgende Q&A ook terug meedoen? Vind het leuker als zij erbij is. Zij is er nu bij. Maar wel op afstand. Dus onder halve meter! Zotteke. Ikke. Ben verdikt. Ik heb veel respect voor je, Dimi. Altijd zoveel commentaar krijgen van Bea en toch zo rustig blijven, zoals op 8.22. Jij kon toch allemaal niet weten dat de zon in haar ogen ging schijnen? Ik zou het niet kunnen. Telkens zo'n commentaar krijgen, ik zou gek worden, denk ik. En wel, Ben. Ik denk dat ik deze karakter mee heb gekregen van mijn vader. En van hun privéleven wil ik het alsjeblieft er niet over hebben. Want daar is ook veel gebeurd. En dat wil ik niet in het openbaar gooien. Godverdomme, hier zit een mug. En nu zie ik die niet meer. Maakt niet uit. Want daar staat een lamp. Ga daar naartoe, mug. En doe communicatie. Oh, schoon licht. Pat. Oké. Even gek doen. Gaan tanken. Vlog nummer 796. Daar is één reactie op gekomen. Mondmaskers helpt niet. Op straat, zeggen ze. Dagelijks op het nieuws. Klopt, want ik doe het al niet meer aan op straat. En zou je beter handschoenen dragen, want het virus verplaatst zich via benzinepompen voor ook op het nieuws geweest. En in de krant. Dus als ik de volgende keer ga tanken, schat, doe ik handschoentjes aan. Of als er ook handschoentjes daar hangen, dan doe ik die aan. Of is dat geen goed idee? Laat het hier in de reactie weten. Daar hangen andere mansbacteriën aan. Oké. Bij deze... Denk ik dan, hè. Alblieft. Dat denk ik dan, hè. Oké. Bij deze hoop ik dat er weer een leuke toevoeging is gekomen aan mijn extra langere vlog. Ik denk dat nu de vlog wel iets om de beide 3 kwartier tot een uur geduurd. Ik weet het niet. Dat moet ik zien als ik heb gerenderd. Dus ik ga het opnieuw doen met een outro. Vergeet geen... Goud duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder zeker niet te abonneren en op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Of als ik ga livestreamen of iets anders ga doen. Bij deze zie ik jullie allemaal morgen weer al. Fris en wel. Tot morgen. Hallo allemaal. Ik wil nog een kleine toevoeging doen aan mijn vlog. Ik wil 1 minuut stilte doen omwille van... Er is iemand heel dicht, ook die ik heel goed ken, overleden. Op 30 maart heeft hij mij nog aangesproken voor ronden mee gaan te doen om helpen de krantjes in te steken. Om 3 april ging het heel slecht en op 6 april is hij overleden. Ik wil daar 1 minuut stilte voor achten. Voor Valérie Aarts.
vanaf nu. Bedankt om 1 minuut stilte ook te houden voor mijn ogen. Gewoon iemand die ik ook heel goed ken in acht te nemen. Het ga je hier heel goed hierboven, Valerij. En ik zal altijd aan jou denken als telkens keer dus CV de Vleumennekes langs passeren op de carnavalstoeten. Zal ik altijd aan jou denken. Echt waar, het gaat je hier heel goed boven. En via deze weg wil ik ook nog sterkte wensen aan de familieleden, vrienden, kennissen, noem maar op. Want het afscheid nemen in deze tijden is zeer, zeer, zeer moeilijk. Als ik kon, kwam ik naar de begrafenis, maar het is niet toegestaan. Dus moet ik het via deze weg doen. Dus enige deelneming aan de familiearts. Bedankt om nog naar deze toevoeging te kijken. Dag.